Ik ga nu uitnodigen een parlementariër die overal aanwezig is in alle districten. Geen enkel district is klein voor hem, te klein voor hem. Overal is hij. Mag ik nu uitnodigen de heer Mahendra Jogi, DNA-lid, om het woord tot u te richten. Mag ik een applaus voor heer Jogi van Saramaka. President van de Republiek Suriname, tevens voorzitter van de VAP, de First Lady, ministers, DNA-leden, dames en heren, verhoedigden, mensen van Komoeno. Hans Rahato Urgaya, Sugana Basse Pahar, Raja Mantri Bane Kawar Siar. Hans Rahato Urgaya, Sugana Basse Pahar, Raja aur Mantri bane kaua aur siyar. In 2010 heeft de VHP niet deel kunnen nemen aan de formatie van de regering. 2010 is er een regering geweest, zoals ik net heb aangegeven, en misschien zijn de woorden niet zo lekker gekozen, maar ik zeg het op mijn manier. Is de intrede geweest in de politiek van de Kauwas en de Siars. En ze hebben het land vernietigd. Ze hebben overgenomen met een reserve bij de centrale bank van meer dan $800 miljoen. Ze hebben overgenomen met een koers van 2,80 voor de dollar en 4 gulden voor de euro. Ze hebben land overgenomen waarin de sheriff, die minister was van Justitie en Politie, in de periode 2005-2010 veiligheid had gebracht voor u. U kon inderdaad slapen zonder die vereisers in het land. Dat is wat meneer Santokhi had achtergelaten. Als de chaparha die hand met deze die bankdoor aanjata hai, tohi haal hota hai, joh aaj hota hai, hamari deze kinder mein. En wij kunnen uitschelden, we kunnen verwijten maken, we kunnen ontevreden zijn, we kunnen boos zijn. Maar deze president is er om niet te dokken. Deze president doet geen tralala verhalen. Deze president is serieus voor u om het land uit de crisis te halen. En het doet pijn, ja. Het doet pijn om die ravijn groot is. Wanneer je aantreedt in 2020 met een monetaire reserve bij de centrale bank van negatief 60 miljoen. Dan is het moeilijk, ja. Want de monetaire reserve aan de aanvoering van deze president is thans bijna 1,2 miljard US dollar. Wie moeten wij verwijten? De man die hier is om het land te redden en de man die het land redt. De man die inderdaad ervoor heeft gezorgd dat ondanks de blubber waarin wij zijn gestapt in 2020, het land gaat richting herstel. Het land gaat richting groei. Dat de economische groei bijna 17-18% is nu vanaf zijn aantreden. Dat er stabiliteit is van de wisselkoers. Bhaiyo behno, dosto party premio. Aap adhir mat hona. Samhare ke, desh samhare ke, ghar samhare ke, ghar chalave ke, waqt lage hai. Toore ke, aur barbadi lave ke, jald mein ho jaye. To koshish kare koi hum log. चुनाव करीब बा चाहे जो कुछ हो जाए चाहे जितना कुछ सब रहा कोई हम लोग सबको स्कैम कर कोई पे के जितना पहलवान को हम लोग के जितना संगठन को हम लोग के इधर ही दिलाई कैनन एंड लाथ हैड सो सेन दन के एंकल फेस्ट के ओंस द कोर्स द मुद सेन एंड द फेस द मुद सेन दिस लैंड मुद वे रेडन विद दिस प्रेसिडेंट एंड विद दी मदरस एंड दैरफॉर moeten wij ook die offers brengen om weer huis aan huis te lopen, om de mensen uit te leggen wat het probleem is. En een van de problemen in deze regering
opmerking is vandaag dat die 20 zetels die wij hebben niet genoeg is om vrienden en anderen uit te leggen en te overtuigen dat wij de grootste partij zijn. En dat wij de partij zijn met een roemrijk verleden. En dat wij de partij zijn met een track record. En jup, PHP party sarkar mein aaya hai. Tap, is desh mein unnati aur tarakki hua hai. Jup, PHP opposition mein tha, to is desh barbaadi ki or gaya hai. And the boy is a lekhadar. Elke keer weer, wanneer de PHP en de oppositie is geweest, is het land kapot gemaakt, is het land vernietigd geworden. Maar steeds weer herreist de VHP met die ondersteuning en met die medewerking weer om regeermandaat te krijgen en te regeren en te besturen. Wij willen niks anders dan een land waarin u goed, gelukkig, vrij, veilig kunt leven, kunt werken voor uzelf, uw gezin en uw nageslacht. En dat is de VHP. Een belangrijke verworvenheid. En hier, ik present net gesproken voor waterpresident. Alakmaar heeft altijd voor de VHP gestemd. Altijd heeft de VHP gewonnen in Alakmaar. En inderdaad is het zo dat we een crisis meemaken, dat we de crisis oplost. Maar er zijn vooruitzichten. Laten wij die vooruitzichten inzetten om ook de mensen van Alakmaar te voorzien van goed, gezond, stromend drinkwater. Alakmaar is de plek, Pamawene is de plek waar voorzitter Lachman reeds in 1947 heeft aangegeven: geen autonomie zonder algemeen kiesrecht. En vandaag, na 75 jaar, onder aanvoering van voorzitter Santokhi, onder aanvoering van president Santokhi, is het ons geluk om die landelijke evenredigheidsstelsel voor u te brengen. Elke stem heeft hetzelfde gewicht. Dank u wel. Dank u, heer Jonki. Dank u wel. We gaan de volgende spreekster aankondigen. Het is een grote fan van mij. Ook, ik ben ook een fan van u hoor. Ja. President ook, ik ben ook fan van u. Maar ik heb een grotere fan. En ik wil haar naar voren roepen. Suriani Ningun, een applaus! President van ons land, Zijn Excellentie Chandrika Prasad Santokhi, First Lady, districtscommissaris van Kommerwijnen, aanwezige ministers, collega DNA-leden, directeur cultuur, partijgenoten, van harte goedenavond. Assalamu alaikum, ram, namaste. Wat ik hier zie vanaf mijn aankomst, de organisatie, het aantal aanwezigen. Kommerwijnen campagne motor is hoorbaar en zichtbaar, goed getuned. Jullie vertegenwoordigen de partij subliem. Een applaus voor u. Familie, overal. De boodschap van overwinning
waar hoop is gekomen, waar anderen wanhoop wil creëren. U bent die hoop, u volhardt met het geloof in de VHP. Omdat u liefde hebt voor uw Suriname, uw land, uw vaderland. Jullie hebben de Surinaamse samenleving laten zien dat hoewel onze weg zeer moeilijk was, onszelf hebben herpakt. En we weten in ons hart dat het beste nog moet komen voor Suriname. Met de VHP in de voorlinie. We weten allemaal wat de uitdagingen vandaag de dag zijn. Wat ons ervan weerhoudt deze uitdagingen het hoofd te bieden, is niet het ontbreken van gezond beleid en verstandige plannen. Wat ons denkt tegen te willen houden, is het falen van de oppositionele politiek. Het gemak waarmee men ons wil afleiden door het willen scoren met kleine, goedkope politieke steun. Maar de VHP kan dat tegenaan. Zij doen de checks, zij hadden toen de checks uitgeschreven. U en ik zitten met de rekeningen. Het is tijd om de pagina om te slaan. Ons land heeft nog een lange weg te gaan. Ieder van ons zal in zijn eigen leven verantwoordelijkheid moeten nemen voor het bijbrengen van normen, waarden en prestaties bij onze kinderen. Voor het versterken van onze gemeenschappen en voor het delen van een zekere mate van opoffering. Laten we deze natie transformeren. Ons financieel en economisch hoofdstuk is dan stabiel aan het worden. Laten wij de partij zijn die onze economie opnieuw vormgeeft. Om te kunnen concurreren in het digitale tijdperk. Laten we hoge eisen stellen aan onze scholen en hen de middelen geven die ze nodig hebben om te slagen. Laten we de universiteit betaalbaar maken en laten wij investeren in het wetenschappelijk onderzoek. En terwijl onze economie verandert, laat de VHP partij zijn die ervoor zorgt dat de werknemers van ons land delen in welvaart. En laten we onze vakbonden en hun organisatoren duidelijk een sein geven dat dit land weer rustig opgebouwd moet worden voor een evenwichtig samenleving. In Komowijnen is in de afgelopen 4 jaren regering Santokki 100-tal projecten uitgevoerd en opgeleverd door de ministeries van ROS, LVV, OW en Bureau Gemeenschapsprojecten. Laten we de partij zijn die de toekomstige generatie trots maakt op wat we hier hebben gedaan. Laten we samen vanaf vandaag het werk afmaken dat gedaan moet worden met als kapitein onze voorzitter, tevens president van Suriname, Chandrika Persat Santokki. Laten wij onze stem en mandaat geven aan de VHP. VHP Sindabad. VHP Sindabad. Dank u, Suryani Ningun. Dank u wel. Voor wij verder gaan, wil ik verwelkomen de heer Pratap Bisumbar. Mag ik een hartelijk applaus voor Pratap Bisumbar. Dames en heren, een regering zonder VHP, daaraan kunnen we niet denken. De VHP gaat altijd in de regering moeten zitten. Willen wij dit land vooruitbrengen? Willen we economische groei? Willen we veiligheid? Dat alles, wanneer wij dat willen, moeten wij allen stemmen voor de VHP.
U heeft geen enkele andere keus dan te stemmen op de VHP. Mag ik nu uitnodigen de trekker van Kommerwijnen, de heer Roy Mohan, DNA-lid van Suriname. Van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrika Prasad Santokhi, First Lady, ministers, collega-DNA-leden, ik zie onze fractievoorzitter hier ook zitten, hoogbestuursleden, structuren van de VHP, sympathisanten van de VHP, leden van de VHP, pers die ook aanwezig is, buurtbewoners, Surinamers, van harte goedenavond. Ik ben blij u te zien vandaag dat u hier bent. We hebben een aantal vergaderingen van de VHP meegemaakt in Nikeri, in Wanica, in Paramaribo. President, we zien de opkomst. De burgers hebben nog geloof in de VHP. De burgers hebben nog vertrouwen in de VHP. De burgers willen een steun van de VHP. Een VHP die in de regering moet zijn. Dit is een sein weer, voorzitter, president, dat we terug moeten komen. Dat mensen aan ons loyaal zijn. Mensen loyaal is aan het bestuur van ons. President, u heeft aangekondigd voor de verkiezing van 2020 dat wij die Broem Tjidjari moeten zijn. VHP is een Broem Tjidjari geworden. Wij moeten behouden die Broem Tjidjari. Alle planten, alle bloemen die we hebben in onze Tjidjari moeten we behouden. En niemand moet ons dat ontnemen. Wij binden geen etnische groepen. Wij binden geen bevolkingsgroepen. Wij binden Surinamers. VHP bindt Surinamers. Wij hebben het huis Uno Aba Prasoro Fuji a dekking. Fuji a steun. Aan ondersteuning en dat is vier schrift veilig onder de paraplu van VHP. Dat is de veilig. En dat hebben we bewezen elke keer als we in de regering zijn. En als u dus de geschiedenis nagaat, we weten precies wat in 2010 gebeurd is. Terwijl de VHP zit te onderhandelen in Olifant, dat onze partners weglopen om die regering te vormen. En vandaar dat ze het land met andere partners vernietigd hebben. Zegt niemand sorry. En dat willen we voorkomen. Daarom heeft onze president, de voorzitter van de VHP, gevraagd naar die 28 zetel. We zien wat voor moeite ons het kost om met 20 zetels deze regering naar voren te trekken. Zoveel uitdagingen die er zijn om beslissingen te nemen om verder te gaan. Als jij kiest voor het volk, om projecten uit te voeren, moet dat politiek verschil niet uitmaken van welke politieke partij je bent. Wij kiezen voor Surinamers en Surinamers wonen overal waar wij projecten ook uitvoeren. Dat is voor alle Surinamers. Mijn mensen, we zijn in Kommerwijnen vandaag. Er zijn een aantal issues van Kommerwijnen. Drinkwaterprobleem is een van de grote problemen. President, het is al aangekondigd dat de financiën zo'n beetje rond is, dat er een startzijn gegeven zal worden. Er is nog een probleem, president. Oost-West-verbinding, Tamaregio. Er is een onderbreking van het buizennetwerk, daar bij Orleanekring. Toen MNO Oost-West-verbinding heeft aangelegd, er is een buis aangelegd vanuit Tamaregio naar Stolkers-Ijver. Dat is intact. Beide kanten van de Orleanekreek zijn er buizen die daar gestopt zijn. Het is een kwestie van 10, 15 meters om die aansluiting te maken dat Oost-West-verbinding
dat Oost-West-verbinding ook drinkwater kan krijgen. Laten we ook daaraan werken, president. Het kost een kleine moeite om die verbinding te maken bij de brug van Orleanekree. Verder rechteroever, president, we hebben veel geïnvesteerd. Er komt elektrificatie van rechteroever komen we in. Dat betekent dat de ontwikkeling van rechteroever ook in zicht is. Toerisme, visserij, daar hebben we van. Ondernemers die daar investeren en ze wachten niet op werk van de overheid. Er zijn mensen met kleine bedrijven, MKB, die moeten we hebben, die moeten we ondersteunen, die moeten ons land ook vooruitbrengen. De kleine bedrijven, de MKB's, die zijn de ruggengraat van onze economie. President, er is een issue, rechteroever komen wijnen. Er is een dambreuk die open staat, waarbij de kleine vissers daar niet kunnen vissen. Er is geen water daar in de zwamp. En dat brengt mee dat we dus die ondernemers tekort doen. Zij zitten zonder baan daar. Verder. Toerisme is ook een van de factoren die op rechteroever hebben. Toerisme ontwikkelt zich goed. Laten we die mensen ondersteunen aan de rechteroever. Verder nog zijn er twee issues, president. Onze mensen. Ik weet niet als het aan de politiek ligt. Of het aan de partij ligt. De benoemingen, bevorderingen, vaste aanstellingen. Die lopen in een trechter en zitten vast. Mensen die jarenlang wachten, vorige regering hebben ze gewacht, nu wachten ze ook. Laten we kijken waar de bottleneck is, president. Laten we die mensen ook helpen voor de benoemingen, bevorderingen en vaste aanstellingen. Dames en heren, u ziet vandaag, u bent hier vandaag, u staat er niet alleen voor. De president had aangekondigd, voorzitter van de partij, dat we samen dit land zouden optrekken naar een hoger niveau. Er zijn problemen genoeg, er zijn uitdagingen genoeg. En die slogan van ons was niet van de president, me o-sitting. Het was wo-sitting. Wie o-sitting? Jij en ik, u en ik, wie o-sitakondre? Wij hebben nu 4 jaar achter de rug. Er rest nog 1 jaar. Er zijn veel mensen die met fake news komen. Gaat u op social media. Veel mensen die met fake news komen en de partij willen neerhalen, de exponenten van de partij willen neerhalen. Gaat u niet op in, gaat u niet delen, komt u luisteren naar de boodschap van de VHP. We hebben genoeg mensen die de boodschap kunnen overbrengen wat de VHP heeft gedaan. Telkens in een regering waarin VHP zat, hebben we opwaartse richting meegemaakt. En laten we de keuze maken voor 2025. Dat we de fout niet maken om dit land in handen te geven aan mensen die niks weten van de economie. De economie groeit al. Wij moeten nog groeien samen met de economie. Heb geduld, heb geloof, heb vertrouwen in de VHP. Naga VHP, we go door, naga moro. Dank u wel. Hartelijk dank. In ons midden. En ik wil naar voren roepen de minister van ruimtelijke ordening en milieu, de heer Dasai. Mag ik een applaus? Namens Chandrika Persat Santokhi, First Lady, de DC van Komowijnen, collega-minister, DNA-leden,
bestuursleden, VHP-structuren, VHP-familie. Goedenavond. Faitam, ram ram namaste. Sedulur Jawa, pripun kabare? Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And samiwata iunu for a weekend mi nani keri bakarat migawani ka esdebeda para maribo. And daarnet was de info, dat is de formele groet. En mi habib giwan informele groet. En mi eretak en mi wan testing en VHP na moro bigi partij. Dus mi wan yere unu VHP fawaka! Het was eergisteren was het ongeveer een jaar geleden dat ik de partij heb gejoind. En ik ga u zeggen, vanaf de eerste dag voelde ik me thuis. En weet u waarom? Ja. Neem ik uit zo'n kleur Kubayu Abi, if na blakka, bruin, geri, neem ik uit. Neem ik uit zo'n talje taki. En neem ik uit zo'n geloof je abi. En neem ik uit voor peen kom. If you good do in no good do. Je bent thuis bij de VHP. Dat is de VHP. En de VHP, if you sabi, aan de VHP top is de Orange Movement. De Orange Movement heeft ervoor gezorgd dat wij nu zijn verbeterd als land. En ik heb daarnet goed geluisterd. Het is vaker gezegd, je maakt abra een gezonde economie. Toch? Tegenover voor gezond staan en tegenover voor gezond. Ziek. Ik woon niet in Komoene, mijn tijd naar Komoene, maar Lomang denkt dat ik naar Komoene. Zij zei dit, omdat ik wel jaren actief ben geweest in Komoene. In 2016, mijn opwang sportschool naar Komoene, naar Tamasari. En 8 jaren lang ben ik bezig geweest met mensen. Dus als u praat over gezondheid, dan heb ik enkele duizenden mensen hier in Komoene geholpen aan hun gezondheid. En ook naar meer zorg. Je hebt de man aan. Is dat? Ik vind het hoor wat gezonde levensstijl. Ze heeft zag. Hoge bloeddruk, suiker. Weer een biggie. Ja, dat mijn konami en mijn hebt de man. En dat kan gebeuren, want op een gegeven moment. Te lasi passi in een lukie ski, in een lukie gezondheid. En dan heb je natuurlijk begeleiding nodig. Maar als je economie hebt begeleiding, dan heb je twee groepen. De eerste groep zei ik kom, die maar ik kom. Als u komt naar ons, dan we begeleid je, we hebben een mooi schema, je kon trainen. Maar dan zei ik zo, die man dacht, oké, ik wil 20 kilo afvallen binnen 1 maand. Boy, als hij zo snel. En dan heb ik een trainingsschema. En dat is belangrijk om te vallen af. In een training, in een hora dieet. En dan heb ik kom, dan heb ik train, dan heb ik hora dieet. En dan heb ik val af. Want het is zo dat ik geef op. Omdat dan heb ik ook een snelle bevrediging, een snelle beloning en dan kom. En mijn broek is op Timoni omdat we gaan praten over gezonde economie. Toch? Maar als je grafa je schiet in Rokko, je ook grafa economie in Rokko. Als je een lukje schiet boom, en als je denkt dat naar binnen wat moet je vallen af, je komt gezond, dan is Rokko zo. En je hebt een tweede groep, ze zeggen dat als je traint, als je volgt een schema, van je passie aan, dat is maar leuk. Maar als je lukt binnen wat moet, je hebt de consistent. U moet gedisciplineerd zijn. Want u kunt gezond eten voor 1 jaar, 2 jaren. Maar baka dat die loesing, dat is ook zo. Je fatu baka, je ongezond baka, je bloeddruk en kom baka, je suiker en kom baka. En dat moet u goed vasthouden. Trainers zijn er om u te begeleiden, maar u moet ook beseffen dat het niet automatisch is. U moet beseffen dat kort termijn denken, gogi wam chin termijn, nero go.
asande lang termijn. Lang termijn, dat omloopt. En dan ga ik nu naar de economische gezondheid. Zoals is gezegd daarnet, de Orange Movement, de VHP, heeft gezorgd dat we na 2020 zijn gekomen uit die zieke economie. Wat we hebben gehad in 2020 was een economische chaos. En ik vraag me daarnet, als je aan kon gezond zijn moest doen, in train, in dit geval, u moet produceren als land. Maar voor u produceert, zijn u doet, u hoort dieet. En wat is dieet? In economische taal, u moet uw uitgaven. U moet van je brengen, ammonie zei ik, kies in uitgaven zei je doet. U moet je, u moet budgetteren. En wat de Orange Movement heeft gedaan na 2020, is niet direct in één keer gebeurd. Ligt voor als kind, is als kind. Jarenlang in jaar slecht, jarenlang in het train. In ook veranderen binnen Wamum. En ik kwam je ding. Maar als u consistent bent, gedisciplineerd bent en weet wat u moet doen, weet wat van u verwacht wordt, dat ik go. En wat hebben we nu? Met de hoofdtrainer. Zoem maar naar hoofdtrainer. Channa hoofdtrainer. Channa hoofdtrainer. Channa a trainer voor Sranam, sa e mix Sranam gezond nou. Maar uno gezond ete, want lik van mi taki, asa ne go bena wang mung tu yari dri yari, asa etek te na lang termijn. Want wat is gebeurd in 10 jaren, wat is afgebroken in 10 jaren, ga je niet corrigeren binnen 2 jaar, 3 jaar, etek langa. En dat is gaan gebeuren, dames en heren, u merkt, en het is zoveel keren gezegd, we waren verziekt, onze economie was verziekt. We hadden een inflatie van 60%. We hadden een grote schuldenlast. We hadden een economische down bij de min 13, een groei bij de min 13. En nu we gaan naar hoe many? Plus 3. En plus 3, China heeft een groei van 10%. Dus nog 7% dat oordeelt China. Maar Amgodoro. VHP moest go door. Want ik vraag je ook op je gezondheid. Als je niet in wang moet doen, je moet doorgaan. En wat ik u hierbij wil zeggen, dames en heren, is dat de verwachting is niet alleen maar van de regering, niet alleen van de VHP, de Orange Movement, maar ook van ons. Wij moeten weten hoe we die dieet moeten houden en niet gaan voor korte termijn doelen. We gaan via lange termijn. De man taki, ja, baka foyari moest via verandering. Sranam moest maar veranderen. Wel, ik ga u zeggen, dames en heren, if uno sabi, Singapore, sa bedewa chaos, atroon, superontwikkeld land, heeft 53 jaar erover gedaan. Met 1 regering, Lee Kuan Yew. China, met kar China zo net. Ano, China nog moet binnen foyari, dat betekent maar 40 jaar. Dus als wij nu al bezig zijn met die stabiele economie, we moppen uit de crisis, we moppen uit de crisis, bak, we gaan die groei. Dat is wat we moeten doen, bradangasa, papa, papa, ibu, ibu. Dat we moeten doen. De VHP, de Orange Movement, moet doorgaan. We moeten doorgaan. Perlu maju terus. Wij gaan door. Natuurlijk niet alleen wij, als ik zeg de regering, maar met u. Het hele land. Wij gaan groter worden. En wij kunnen groter worden als wij de ondersteuning krijgen van u in 2025. We laten niemand achter. Iedereen gaat mee, zoals is gezegd. Want toen is het helemaal het. Bribino de helemaal het. En is dit mijn verhaal die zie. Een verhaal voor Noah en zijn ark. Noah bebouwt een ark. En Noah op een gegeven moment, de man bij Aksama voor verantwoorden. Hij moest verantwoorden voor de haters en de twijfelaars. Maar aman spa, aman godoro, aman meka alleen taki. Alleen kom. En de man bij de ready, aman boa goto. En die boot wordt gebouwd door onze president Chandrika Prasad Santokhi samen met ons.
en alas kwala ala wata sa ekong alas torong wipsa awatra dati upsak ba beina akonop drogba we go ki a welfare and well say and that is niet nu, dat komt straks wanneer die oil and gas komt, dat komt straks wanneer we uit al die andere sectoren behalve oil and gas kunnen verdienen en dat was hier va sranam ekong welvaren en gezond. Dames en heren, ik ga hiermee afsluiten nog een keer. De Orange Movement, wij gaan door. Laat me u horen. Wij gaan door. We go door. Perlu maju terus, bapak-bapak, ibu-ibu. VHP Orange Movement, sindabat. Dank u wel. Dat is een one, pak. Dat zijn... Verder van de VHP, de heer Aziz Gayadin. Thank you. President, first, ministers, DNA-leden, collega DNA-leden, DB-leden, structuren voor VHP. Goedenavond. Kunedi. En wanneer ik hier ben en weer zo'n boodschap. Eigenlijk naar de boodschap zou je het dan aan doen. Kunnen we zeggen dat de partij nooit achteruit kan gaan. Wat we hier gehoord hebben en wat we zien in de mobilisatie in de verschillende districten, kan de partij nooit achteruit gaan. En we heren, omdat tegenwoordig, voorzien op het gebruik, kon ik de vergadering zien, leek informatie, we gaan huis aan huis. Maar tijdens dat hebben we social media. Is een trend, is een trend mensen, we moeten letten op, aan ons stranden wat een probleem, maar wereldwijd wat een probleem. Dat als je niet let op, je kiest verkeerde informatie. En je kiest verkeerde informatie, dan kan je dat je verkeerd besluit. Maar Bradagassa, tot dit jaar, dat wat jou aan Boskopo, dat lek van de sprekers, dat afvissie, zaargering bereikbaar, onder leiding van Masra Santoki, eigenlijk allemaal het aan, dus misschien oneerbiedig, maar voorzitter, ik zal het ook zo direct uitdrukken. Chan, wat taigo takoro dan aan Chan, maar taigo boende man het aan Chan. Maar goed, waar het om gaat, mensen, wij hebben een economie overgenomen wat afgedragen was. En Jogi Kartas aan in 2010. En maar ik vergeet dat toen de economie een koers met de 82. En die man die liba kondre, eigenlijk de man Loewe, liba storen, dat koers met de bijna 20. En heb je meer qua rekensom van 82 naar 20. Praat je al in termen van 7 maal meer. 700%. Maar natuurlijk, als je hem herstelt, als je hem herstelt, maar dat zei ik net, in jouw opoffering en een volk jouw opoffering, ja. En we hebben gezien dat we de 20 niet hebben kunnen vasthouden. Het is enigszins opgelopen naar 40 en teruggekomen. Maar dan nog, hoe het dan over 700%.
Als het maximaal is, is het 200%. Maar wij hebben gezorgd dat er van die aard is dat we nu perspectieven hebben. Wat brievi, tak asaigo, wat boerrechten. En brarangasa de boskopu satjaka jafezi, kon no las adati. En met dat aan begin, dat samen in een samenleving 110.000 man bij stem in VAP, afgelopen verkiezing, dan moet besluiten naar een opdracht. Want Utaki Jasokba, en met ook knap Jaso en een VAP-fractie Jaso, want deel, en een regerende Jatu, dat was ben makkelijk. Want te besluiten teki, en ik was zo makkelijk. Met die 20 zetels hebben we gezien dat we niet echt dat wat we zo voor die samenleving zouden willen doen, hebben we kunnen doen. En Branassa, dat we besluiten naar een boskoop, naar een opdracht nieuwsreview. If you have a baby, that can orange movement, can share a ontwikkeling in a country, then the information is found to know, then we think that all of the VAP, all of us have a stem in the VAP in the afgelopen verkiezing, if all of us sorry that it is a VAP can there be, that what we have 20 seats, that we need to tomorrow, that a president, we are in a parliament, na 34 zetel voor VAP. VAP, Jindaba. Dank u heer, Aziz Gayadi. Dames en heren, partijgenoten, het moment waar u hebt gewacht is aangebroken, waarvoor u hier bent gekomen. We gaan uit Ekaarts, gaan wij allemaal opstaan en hem met luid applaus verwelkomen. Dank u wel. Mag ik nu uitnodigen de persoon die de moed en durf heeft gehad om dit land op het goede spoor te zetten, ondanks zoveel tegenstand. Is dit land op het goede spoor gezet en laten we allemaal ervoor zorgen dat het land op het goede spoor leeft. En wanneer u dat doet, laat u allemaal op de stemmen van de VAP. Mag ik nu uitnodigen de voorzitter van de VAP, tevens president. Ook de DRRR,
kernstructuren. Welkom, Miraterfs in de Mascara, Amram Oradabers. Beste mensen, ik heb naar uw toespraken geluisterd. Van jongeren. Ik dacht dat we black hole kregen. Naar de jongeren, naar DNA-leden, naar prominenten van de VHP. En ik zeg dit omdat net als jullie, wij ook luisteren naar toespraken van andere politieke partijen. En we luisteren ook wat zij allemaal zeggen. Eén ding is duidelijk, we hebben net die sprekers gehad. Heb je ze hun horen uitschelden? Heb je hun horen praten over etnische politiekvoering? Stem op een kleur dat die, stem op een etnische groep dat die. Heb je iemand horen schelden? Heb je iemand gezien geld strooien hier? Mijn mensen, we hebben stuk voor stuk sprekers gehad, jong en oud, die gesproken hebben over een visie. Over een toekomst. Over hoe we het land kunnen ontwikkelen als Surinamers. En dit is die kracht van die partij. Vanaf waar we staan 75 jaar geleden. Wij hebben een partijvisie. Wij hebben een partijideologie. Wij weten hoe problemen aan te pakken. En dat laten we weer zien. Mijn mensen, we hebben campagne gevoerd. Zware campagne voor vier jaar geleden. Gaan gaan Mlageli, gargar Mlageli, meet the people. In wijken hebben vergaderd, in resorten hebben vergaderd, in districten. Allemaal met een duidelijke boodschap. Dat het regeerbeleid dat gevoerd werd, niet meer acceptabel was voor ons als land, voor ons als Surinamers. En dat we een nieuwe regering nodig hadden. En dat we een nieuw beleid nodig hadden. En we hebben ja-campagne gevoerd. Met als thema's Red Suriname. Met als thema Wasitting. Met als thema Broemtjejari, Nation Binding, Nation Building. En we hebben ons huiswerk gemaakt. We zijn voorbereid gegaan. Naar die verkiezing, en ik hoop dat u nog kunnen heugen, wij hadden ons wederopbouwplan al gemaakt. En gepresenteerd aan de samenleving, hoe wij het land zouden ontwikkelen. En hoe snel wij het land zouden ontwikkelen. Maar we hebben ook gevraagd aan de samenleving, geef ons ruim mandaat. Geef ons ruim mandaat om die problemen op te lossen. Geef ons ruim mandaat om snel de problemen op te lossen. Geef ons mandaat om die zware maatregelen die we nodig hebben ook goed te kunnen treffen. En daarom hadden wij gevraagd, geef ons 28 zetel. Dat was de reden. En zij die het niet begrepen hadden toen, die begrijpen nu wel waarom die 28 zetels nodig waren. Maar het is nog niet te laat. Het is nog niet te laat. Dus als je eenmaal in de regering bent en je hebt 20 zetels, dan moet je coalitie vormen. Dan moet je die macht gaan delen. Dan moet je datgene wat je reeds gepland had als wederopbouw, dat samen met je partners gaan bespreken. En de prioriteiten bijstellen, je beleid bijstellen, zodat gezamenlijk in de coalitie wij een coalitievisie hebben.
En daarvoor hebben we toen een regeerakkoord getekend met samenwerkende partijen, 4 politieke partijen. En dat is de basis. Maar als je eenmaal daar zit, Loibrada Massisa, en je vergelijkt wat je uitgangspunt was bij de campagnevoering, en je gaat nu vergelijken wat jouw uitgangspositie is als regering, dan zie je inderdaad dat bepaalde zaken wij voor die verkiezing nog niet volledig doorgekregen hadden. Natuurlijk, wie gaf informatie aan die oppositie? Wij waren de oppositie. Hier zitten DNA-leden die strijd geleverd hebben in de oppositie. Hoeveel informatie kregen we van die regering? En u hoeft maar alleen 1 verslag te gaan lezen. En dat is het verslag van de Rekenkamer. Het verslag van de Rekenkamer 2020, waar de Rekenkamer zegt dat het verslag onvolledig is, omdat de regering geen informatie geeft. Maar recentelijk hebben we weer een Rekenkamerverslag gehad. We hebben weer een Rekenkamerverslag gehad, wat duidelijk blijkt dat alle informatie is gegeven. En heel kritisch heeft de Rekenkamer aangegeven wat goed gegaan is, wat minder goed gegaan is, waar kwetsbaarheden zijn en aanbevelingen. En we gaan alle aanbevelingen overnemen en beter doen. Dat is de bedoeling. Uiteindelijk, mijn mensen, hebben we gekeken, het land was letterlijk bankroet. Maar ik weet dat we soms dingen vergeten. Maar zij die hier ambtenaren zijn, die weten het. Elke maand was het onzeker of je salaris zou krijgen. En in de maand juni 2020 word ik gevraagd door een gewezen president van de vorige regering of wij als inkomende regering, let wel, als wij als inkomende regering, we zitten niet eens in de regering nog, hun konden helpen voor de laatste keer, voor de laatste keer, met het zoeken van geld voor salaris voor ambtenaren voor de maand juni 2020. Waren wij in de regering? En dat was die vraag ook die ik aan hem gesteld. Maar we zitten niet in de regering. Ja, maar jullie hebben invloed. Jullie hebben vertrouwen. Praat met die banken voor ons. Hebben we met die banken gesproken? En die banken hebben onder zware voorwaarden moesten overeenkomst tekenen. Die gelden voor de laatste keer vrijgeven. Dat was de startpositie. Een bankroete boedel. Met lege kas. Weg internationale reserve. Geen vertrouwen in de internationale gemeenschap. Hoge schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar. Een inflatie van 65%. Dat was de startpositie. En dan zit je als president met je regering. Hoe gaan we dit doen? We hebben het volk beloofd, we gaan het land redden. En die druk komt uit de samenleving. Uiteindelijk hebben we gezegd, bijstellen. Bijstellen het plan. En toen hebben we snel ons plan opgesteld. En hoe heet dat plan? Herstelplan. Herstelplan goedgekeurd door de Nationale Assemblee, waarin duidelijk staat, we gaan die crisis aanpakken. We gaan die financiële crisis aanpakken. We gaan die economische crisis aanpakken. We gaan die gezondheidscrisis, COVID, vergeet dat niet, aanpakken. We gaan die grote bergschuld aanpakken. Maar we gaan ook die crisis in de samenleving, sociaal-maatschappelijke crisis, die gaan we ook aanpakken. En dat is ons commitment geweest. En daarmee zijn we gestart. Herstructureren, herstellen, wederopbouwen. En daarvoor is er 2 jaartjes uitgetrokken. En daarna gaan naar stabilisatie. Is ook 2 jaartjes uitgetrokken.
en vervolgens gaan naar groei. Dat is ons plan. En uiteindelijk, bij die schuldherschikking, met name bij die schuldherschikking van die Oppenheimer, van meer dan 800 miljoen Amerikaanse dollars schuld, daar is duidelijk gezegd geworden, regering, we willen jullie ondersteunen. Regering, ik merk dat jullie een serieus plan hebben. Regering, we zien dat jullie serieus zijn. We gaan meewerken aan een herstructureren van onze schulden onder één voorwaarde. En wat is die voorwaarde? Je moet een IMF-programma uitvoeren voor herstel. Dat begrijpt u. Wat wij voor de vertier aan plannen hadden en wat daarna gaat gebeuren. En uiteindelijk zeggen we ja, wij willen hervormen. Wij willen wederopbouwen. En samen met IMF en met ondersteuning van IMF, met ondersteuning van IDB, met ondersteuning van Wereldbank, met ondersteuning van zoveel andere instituten, Islamic Bank en zoveel andere landen in de wereld, gaan wij het land Suriname weder opbouwen. En daarvoor hebben we een heel zwaar programma opgesteld. En dat programma is uitgevoerd. Wel met een vertraging, ja. En de DNA-leden weten het. We moesten in 2022, 1 juli 2022, moesten we BTW-wet hebben goedgekeurd. Hadden we dat gehaald, DNA-leden? Nee, we hebben het niet gehaald. En wat is er toen gebeurd? IMF heeft ons in de parking geplaatst. 1 jaar lang. 1 jaar lang. Geen steun gehad. En toen zijn we zelf gaan werken. Zelf ons huiswerk gaan maken. Zelf geld zoeken om die samenleving te ondersteunen. En het is ons gelukt na een jaar weer op het traject te komen van IMF. Dus we hebben inderdaad een jaar vertraging gehad. Maar uiteraard, de samenleving kijkt niet ernaar. En we hadden beloofd de problemen aan te pakken. We hadden beloofd salarissen aan te passen. We hadden beloofd betere economie. We hadden beloofd. Natuurlijk is dat onderdeel. Natuurlijk moesten we beter communiceren met de samenleving. Natuurlijk moesten we beter uitleggen. Niet dat je daarmee de problemen van de samenleving opgelost zou hebben. Nee, de samenleving zou begrijpen waarom je het niet kan oplossen. De samenleving zou beter begrijpen. Maar we hebben daar nou wel ons best gedaan om meer te communiceren. Uiteindelijk is het ons gelukt, broeders, om uit die diepe crisis te komen. En heel wat sprekers hebben al gezegd welke resultaten we geboekt hebben. Maar dat resultaat is gepaard gegaan met een hoge sociale prijs die jullie allemaal betaald hebben. De samenleving heeft een hoge sociale prijs betaald. En wij als regering, en die opdracht heb ik al gegeven als president, we gaan teruggeven aan die samenleving. We gaan teruggeven de vorm van koopkracht. We gaan teruggeven in het verlagen van de prijzen in de winkels. We gaan teruggeven op basis van goede onderhandelen met de vakbonden. Het is tijd om terug te geven voor die zware offers die het volk heeft gebracht. En we zijn al begonnen met de onderhandelingen. We zijn al begonnen met de onderhandelen met de vakbonden. Er zijn afspraken gemaakt over tijden van gesprekken, het onderhandelingstraject, de onderwerpen worden geïdentificeerd. En de vakbonden hebben ook gevraagd om de EBS-tarieven ook als onderwerp te plaatsen. En ik heb dat geaccordeerd. En aanstaande dinsdag op het kabinet gaan we door met praten, door met onderhandelen. En wij starten met EBS-tarieven op dinsdag. Mijn mensen, ik vind het jammer
dat een deel van de vakbeweging niet kiest voor het pad van overleg, niet kiest voor het pad van onderhandeling, maar kiest of om thuis te blijven of om andere actie te voeren, welke totaal niet bijdraagt aan de productiviteit in het land, welke totaal niet bijdraagt aan de stabiliteit in het land, welke totaal niet bijdraagt aan die groei in het land en welke niet bijdraagt aan die eenheid die we nodig hebben in dit land om het land te ontwikkelen. En vanuit deze plaats roep ik die vakbonden op, komt u aan tafel, presenteer uw issue en laten we erover praten. En laten we als volwassenen overeenstemming bereiken in het belang van het volk, in het belang van de arbeidende klasse, in het belang van de samenleving. En ik sta open ervoor. Mijn mensen, dat vraagstuk van de energietarieven is door en door besproken met deskundigen, met vakbonden, met bedrijfsleven. En natuurlijk is niet aan ieder eens. Maar als wij een historie hebben, let wel, een historie hebben van langer dan 40 jaar van het subsidiëren van de elektriciteit en iedereen betaalt lage energietarieven omdat de regering voor hun betaalt. Heeft iemand een idee wat wij per jaar betalen aan subsidie voor elektriciteit? Wie? 5,2 miljard SRD per jaar betalen we subsidie. Geld waarmee scholen gebouwd konden worden. Geld waarmee politiebureaus gebouwd konden worden. Geld waarmee polyklinieken gebouwd konden worden. Geld waarmee medicijnen gekocht konden worden. Geld waarmee ontwikkeling gebracht zou kunnen worden. Dat geld gaat per jaar alleen naar subsidie. Begrijp je dat we als land niet vooruitkomen? Begrijp je wat ons belemmert in onze ontwikkeling? En zo zijn er nog zoveel andere subsidies. En als we eenmaal in een IMF-programma zitten en een onderdeel daarvan is afbouw van subsidie, dan moeten we eens zijn dat we die subsidie gaan afbouwen. Maar een uitspraak van één vakbondsleider hier noemen. En dat is vakbondsleider Armand Sunder. En bij een van die besprekingen vorig jaar, waar ik mijn hervormingsplannen presenteer en die afbouw van die subsidie, zegt de president, ik begrijp u wat u wilt doen. Ik begrijp wat u met de economie wenst te doen. Ik begrijp wat u met het land wenst te doen. Maar u wil problemen die 40 jaar lang bestaan hebben, die 40 jaar lang gecreëerd zijn, wilt u in 3 jaar oplossen. Hij heeft een issue. Hij heeft een issue, ja. Want als wij op een verantwoorde wijze de subsidie willen afbouwen, en dat geldt ook voor de elektriciteit, dan kan ik het heel makkelijk afbouwen tot en met eind 2025. Maar we hebben een IMF-programma tot en met december 2024, tot en met eind van dit jaar. En voor eind van dit jaar moet die subsidie afgebouwd zijn. Dat is het probleem. Dat maakt dat het zo zwaar is. Maar wij gaan het oplossen. Wij gaan het oplossen. En we hebben gezegd, alle personen die gebruiken tot 500 kilowattuur, dat is ongeveer 75% van onze samenleving, krijgt 400 SRD terug. En we hebben de deskundige van EBS doorgegeven. Nee. 500. 900 ook. 500, je krijgt het terug. En we hebben daar ook gezegd tot 900, daar zal het bedrag ietsje hoger zijn. Ook daarvan krijg je 500 terug. Mijn mensen, de opdracht is gegeven. De opdracht is gegeven aan EBS. In uw rekening
aan de burger moet u aangeven, dit is wat u meer gaat betalen. Dit is wat u meer gaat betalen. Gebruiker tot 500, dit is wat u meer gaat betalen. Maar de regering geeft u daarvoor 400 terug. De mensen die tot 900 gebruiken, dit is de nieuwe verhoging. En u gaat ook die 400 terugkrijgen. Maar nu begrijp ik dat men dat niet gedaan heeft. Waardoor men niet weet wat die verhoging was. Waardoor men niet weet wat de regering terugbetaalt. Dus dit gaan we moeten corrigeren. Maar we gaan onderhandelen met de vakbonden. Maar ik kan u hier wel zeggen, mijn mensen. Als er fouten gemaakt zijn bij de berekening. Als er fouten gemaakt zijn bij die berekening van de tarieven. Ik hoop het niet, want we hebben langer dan 4-5 maanden onderhandeld met alle deskundigen. Maar als er fouten gemaakt zijn, dan gaan wij die fouten corrigeren. Dan gaan we ze corrigeren. Zo. Dat zijn we als regering. We zijn een heel sterke regering, effectieve regering. Maar we maken ook fouten. En daar worden fouten gemaakt, maar dat moeten we corrigeren. En daarvoor zijn we niet te groot. Maar dat doen we op basis van goede onderhandelingen. Mijn mensen, waarom deze vergadering? Deze vergadering, de vergadering in Nikeri, de vergadering in Wanica, gisteren de vergadering in Paramaribo, die hebben als doel. En het doel is dat wij als VHP in de regering 4 jaar lang geregeerd hebben. 4 jaar lang keihard hebben gewerkt. 4 jaar lang maatregelen hebben getroffen om het land uit de crisis te halen. Maar ook 4 jaar lang geluisterd hebben naar die samenleving. Waar er soms kritische geluiden waren. Waar er soms geluiden waren van wanhoop. En waarbij soms geluiden waren van boosheid. Ook bij jullie. Ook bij jullie. Af en toe boosheid. En daarom is het op zijn plaats om uit te leggen. Maar één ding is duidelijk. Als wij een koers uitzetten om het land uit de diepe crisis te halen. Om het land naar hogere hoogte te brengen. Om het land naar een betere bestemming te brengen. Om te zorgen dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen het beter moeten hebben. Dan zetten wij een traject. En dat traject gaan wij niet verlaten. Omdat dat traject de enige weg is naar een betere toekomst voor ons allemaal. Yeah. Maar daarbij moeten wij communiceren met jullie allemaal. Mijn mensen, terwijl we hard gingen werken. En het volk zware offers ging brengen. Hoorden wij en zagen wij andere politieke partijen wel campagne gaan voeren. En soms waren het ook coalitiepartijen van jou die campagne tegen jou gaan voeren. Wij hebben ons niet laten afleiden. Wij hebben ons niet laten afleiden. Godoro, tapa passie. Dat na enige passie per masra gado wani dat omus go. Dat na enige passie zo omus waka. Maar ik heb ook naar andere politieke partijen geluisterd, mijn mensen. En enige wat ik hoor op een podium en mijn vergadering is uitschelden. Is koskossie. Is verwijten maken. Is beschuldigen. Is etnische politiek voeren. Volk oproepen om op een bepaalde etnische politiek partij te stemmen. Delen van het volk oproepen om bundeling te gaan vormen. Dat is het enige wat we gehoord hebben. Wel, laten wij vandaag hier in Kommerwijnen ook antwoord geven op die politiek voering. De VHP is een partij van nationale politiek voering. De VHP is een partij voor alle Surinamers. De VHP bindt alle Surinamers. De VHP werkt in stad, de VHP werkt in district, de VHP werkt in verre district. En de VHP werkt voor jongeren, de VHP werkt voor ouderen, de VHP werkt voor werkende klassen, de VHP werkt voor die ambtenaren, de VHP werkt voor die verpleegkundigen, voor die politie, voor die militairen.
De VAP werkt voor die agrariërs. De VAP werkt voor die productiesector. De VAP werkt voor jullie allemaal. Mijn mensen. We hebben toen beslist. Een jaar voor die verkiezing. Dat het nu tijd is dat die partij start met de campagne. En onze campagne start op 25 mei 2025. Ja, 2024. En de bedoeling is namelijk dat we eerst in alle districten en resorten goed met onze leden, VAP'ers, nieuwkomers, sympathisanten, vrienden willen communiceren om hen uit te leggen. En je ziet namelijk de warmte, je ziet namelijk het enthousiasme, je ziet namelijk dat die hoop er is, want uiteindelijk ziet men, ja, ik zie die verlichting komen. Ja, ik begin ook het licht in die tunnel te zien. Ja, ik zie ook dat die koers aan het dalen is. Ja, ik zie ook dat de inflatie aan het dalen is. Ja, ik zie ook dat de internationale reserve aan het stijgen is. Ja, ik zie ook namelijk dat er werkgelegenheid ontstaat. Ja, we zien ook namelijk dat bedrijfsleven flink aan het investeren is in die oil en gas, in hotelwezen, in appartementen. Maar ook in de goudsector, ook in de rijstsector, we zien dat men aan het investeren is, waardoor werkgelegenheid ontstaat. En dan ontstaat er geloof, ja. Alleen moeten we hier en daar, waar die boosheid nog is, goed met de mensen doorpraten. We gaan terugkomen bij u. We gaan terugkomen niet om campagne te vormen om stem op die of stem op die. Nee, we gaan terugkomen met één simpel formulier. Welk probleem van u is nog niet opgelost? Welk probleem van u is nog niet opgelost? En we gaan daar de tijd afspreken. Binnen een maand, binnen 2 maanden, binnen 3 maanden. Maar die problemen van u moeten opgelost worden. Dat gaan we doen. En het zijn geen grote problemen. Het zijn problemen die te maken hebben met de wijk. Er is net al genoemd watervoorziening Alkmaar. Watervoorziening Kommerwijnen. De gelden zijn vrijgemaakt dat het water komt. En ik heb met het waterbedrijf gisteren nog gesproken. Het Belgisch bedrijf. En het Belgisch bedrijf is bereid om verdere investeringen te doen. Landelijk. Om te zorgen dat we meer oppervlaktewater gaan gebruiken voor drinkwater. En we gaan het ook doen. Toen we bezig waren met die campagne. Ja, waren er twee problemen, ja, twee grote problemen van Kommerwijnen. Drinkwater en fileprobleem. En beide pakken we aan. Fileprobleem kan de minister van OWM haar fijn uitleggen. Wat voor maatregelen nu getroffen worden aan de overkant van Weidenbosbrug. Dat deze brug een speciale baan gaat krijgen. Dat al het verkeer snel afgewikkeld kan worden. Dat er minder lange wachttijden er zijn. En die tweede brug. Heeft de minister van OW al opdracht gehad om met die expression of interest te komen. We gaan die tweede brug bouwen. En het gaat niet meer een jaar lukken. Maar we hebben een mandaat nodig om het wel te kunnen bouwen. Dus mijn mensen, we gaan die problemen van Kommerwijnen ook oplossen. We hebben toen beslist. We gaan naar die 25 mei 2024 over enkele weken. In ons partijcentrum de Olifant. Een grote massa-meeting. En wat is die bedoeling daarvan? Om die samenleving te laten zien dat er één partij maar in het land is die zich met recht kan noemen, wij zijn de grootste partij. En dat is die Orange-beweging. En die Orange-beweging zijn die grootste. Tweede is dat we aan die samenleving gaan laten zien dat dit die partij is. Deze die oranje beweging is, die uw hoop is, die kan bijdragen aan de snelle ontwikkeling van de toekomst, die voldoende deskundigheid heeft om het land te ontwikkelen op het gebied van oil en gas, op het gebied van agrarische productie, op het gebied van ondernemerschap, op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid,
En er zijn dingen, nog uitdagingen die aangepakt moeten worden. En we moeten ons werk afmaken. En dat is die boodschap die we gaan geven. Met alle feiten, met alle informatie. En het volk uitleggen. Ja, dit is wat we allemaal gedaan hebben. Dit is nog niet gelukt. Dit gaan we de resterende 12 maanden doen. En de prioriteiten voor de 12 maanden zijn als volgt. Hartjeboem. Prioriteiten voor de 12 maanden zijn 1. Drastische aanpak van alle grondproblemen die er nu zijn. En daarvoor is een opdracht gegeven voor einde dit jaar. Voor einde dit jaar moeten alle knelpunten met betrekking tot grondzaken opgelost zijn. En daarvoor hebben we een groot team, een groot projectteam samengesteld. Om dit versneld allemaal aan te pakken. En ik ga het monitoren van het kabinet van de president. Tweede is, goedkope voedsel. Met onze foodbasket en als er vrijwilligers hier zijn die foodbasket programma's willen uitvoeren met goederen laag, met 40% lager, meld je aan. Meld je aan bij foodbasket en jullie krijgen ook een foodbasket voor jullie week. Om goedkope voedsel te verkopen. En we gaan het blijven verkopen totdat alle prijzen in de supermarkt gaan dalen. Tot dan gaan we door met die foodbasket. Mensen gaan boos worden, ondernemers gaan boos worden, importeurs gaan boos worden. We gaan met hen praten, zolang u maar blijft lachen, zolang u tevreden bent van die lage prijzen. Dat telt voor mij en dat is voor mij belangrijk en we gaan het ook realiseren. Voor ons is ook belangrijk de landelijke woningbouw, waar we nu versneld gaan uitvoeren. En dat monitoren we ook persoonlijk en we gaan het realiseren, ook in Kommerwijnen. Met projecten als Voorburg en Richelieu en public-private samenwerken. Andere prioriteit is asfalteren en bezanden van wegen. En de minister heeft zijn plan al klaar om in elk district wegen te asfalteren en wegen te bezanden. Daarnaast zijn er prioriteiten die liggen op het gebied van veiligheid. Veiligheid is nu een issue. En elke week zit ik met de regering. Met de korpsleden, met de leden van het Nationaal Leger en alle veiligheidsdeskundigen. Om persoonlijk sturing te geven aan het veiligheidsbeleid. Het land wordt weer veilig. We gaan ervoor zorg dragen dat het weer veilig wordt. En zolang het niet veilig is, blijf ik het aansturen vanuit mijn kabinet van de president. Mijn mensen, er zijn ook prioriteiten op het gebied van binnenland. Dat elke burger in het binnenland voldoende en gezond drinkwater heeft. Dat elke burger in het binnenland voldoende elektriciteit heeft. En er zijn elektrificatieprojecten uitgevoerd met zonne-energie. In alle districten en in alle dorpen gaan we dat doen. Ook daar gaan we zorg dragen dat de basisvoorzieningen er zijn. En natuurlijk gaan we veel investeren in onderwijs. De prioriteit is... Alle scholen moeten die 12 maanden over voldoende materiaal beschikken. Schoolmateriaal, onderwijsmateriaal, facelift en bijbouwen van lokalen op terreinen van scholen waar op dit moment onvoldoende capaciteit is om kinderen te kunnen herbergen. Dat zijn allemaal prioriteiten en de geldmiddelen zijn vrijgemaakt voor deze prioriteitsprojecten. En het ligt aan de ministers om samen met de deskundigen dit te gaan uitvoeren. En laatste is productie. Al die fondsen gaan extra optopping krijgen en we gaan meer geld vrijmaken voor de productiesector. De minister LVV heeft nu al 20 miljoen US dollar extra gekregen voor opvoeren van de productie. En dat gaan we systematisch doen met financiële bijstand van IDB en ook andere internationale instituten. Mijn mensen, er is hard gewerkt. Vandaag is niet de dag om alle resultaten te presenteren. Op 25 mei 2024 gaan we een grote persconferentie geven. En daar gaan we de resultaten presenteren van 4 jaar beleid Santokki. En daar ga je zien hoeveel resultaten er allemaal genoemd zijn. En dat gaan we die samenleving meegeven. Dan ziet u hoe hard er gewerkt is.
Maar natuurlijk moeten we die perceptie in die samenleving goed gaan beïnvloeden. Want dat is wat wij nog tegen ons hebben. Die perceptie, die social media campagne wat tegen ons gevoerd wordt. Wij moeten daarop ook antwoord zien te geven. En daarmee zijn we ook bezig. Mijn mensen, ik ga afsluiten. En in alles wat ik tot nog toe gehoord heb in Nikeri, in Wanica, in Paramaribo, vandaag hier dinsdag ben ik weer in Kommerwijnen. Ja, met de jongeren van Kommerwijnen. Maar alles wat ik zie en hoor, is één boodschap duidelijk. Ja, we hebben hard gewerkt. We hebben het land gered. We hebben de economie gered. We hebben gezorgd voor groei van de economie. We hebben gezorgd ook, namelijk dat er wisselkoersstabiliteit is. Internationale reserve er is. Maar wij moeten het werk afmaken. Wij moeten doorgaan om het werk af te maken. En dat is het mandaat wat we gaan vragen aan het volk. Dat er wat tegenvallers waren. Wat moeilijke omstandigheden waren. We hebben ook wat fouten gemaakt. Maar laat het niet zo zijn. Dat om deze zaken u het land overdraagt aan personen. Aan regeringen, aan politieke partijen die bewezen hebben in het verleden dat ze slechts kapot kunnen maken. Dat ze slechts kunnen vernietigen en dat ze slechts achteruit gaan kunnen brengen. De VAP is er om vooruitgang voor jullie allemaal te creëren. We moeten ervoor zorg dragen dat onze jongeren goed geïnformeerd worden. Dat er daar oil en gas zit en de eerste olie, first oil. Is begin 2028. En twee dagen geleden heb ik met de directeur van Total Energy gesproken hier in Suriname. En hij heeft namens het bedrijf nogmaals bevestigd. De FID Final Investment Decision is nog dit jaar en gaat voor eind van dit jaar plaatsvinden. Er zullen mensen zijn die allerlei geruchten gaan verspreiden. Zoals er een gezaghebbende economische organisatie vereniging. Als die koers stijgt, leveren ze kritiek. Als die koers niet daalt, leveren ze kritiek. We laten ze een spiegel voor zichzelf houden. En zichzelf gaan beoordelen. En laten zij voorlopig zich niet bezig houden met de economie. Want ze hebben geen verstand van. Daar hebben we geen verstand van. Oké? Wasabi, financial economy, the people, they're gonna jump. The channel again. The channel again. Beide mensen, we gaan afsluiten. Geweldige vergadering. Ik ga de organisatie bedanken van Kommerwijnen, die het allemaal georganiseerd heeft. Ik ga alle leden bedanken, alle aanwezigen. Die Bromtje Jari heb ik hier gezien. Dat is wat we moeten vasthouden. En we gaan door. Mijn mensen, ik dank jullie allemaal. De VAP gaat door. We gaan door.